We eindigden de vorige video met het beeld dat veel mensen van Nederland hadden als een vrij, welvarend, progressief en tolerant land. En daar waren Nederlanders dan ook trots op, het homohuwelijk en dergelijke bijvoorbeeld. Ja, en in deze video zullen we gaan zien dat dat zelfbeeld van Nederland toch wel een beetje begint te wankelen. Nederland krijgt minder invloed in de wereld. Het heeft zichzelf altijd als een gidsland gezien, tot ver in de jaren 80 eigenlijk. En een gidsland is een land dat eigenlijk een voorbeeld is voor andere landen. En dan met name op het gebied van normen en waarden en ook het overheidsbeleid dat daaruit voortvloeit. Nou, en om daar een voorbeeld van te geven uit de jaren 80, dan pakken we even de massale demonstraties tegen de plaatsing van kernwapens, Amerikaanse kernwapens, op Nederlands grondgebied. Honderdduizenden Nederlanders gaan de straat op om daar tegen te protesteren. En daarmee geven ze eigenlijk een signaal af niet alleen aan de Nederlandse en Amerikaanse regering, maar eigenlijk aan de hele wereld wel van, hey, het moet maar eens afgelopen zijn met die waanzin van die kernwapens. En dat is dus een voorbeeld van hoe Nederland een voorbeeld probeert te zijn voor andere landen. Maar ja, in de jaren 90 moet Nederland opnieuw haar plaats eigenlijk in Europa en de wereld gaan bepalen. En dat heeft alles te maken met het einde van die Koude Oorlog. In 1989 valt de Berlijnse Muur, 1991 valt de Sovjet-Unie uit elkaar. En ja, door het einde van die Koude Oorlog wordt de invloed van Nederland in Europa kleiner. Want Nederland was een van de oprichters van de NAVO. Maar ja, die NAVO die deed er nu minder toe, of die ging zich in ieder geval op andere zaken richten nu de Koude Oorlog afgelopen was. Het communisme hoefde niet meer bestreden te worden. Dus het ging nog slechts over de bevordering van vrede en veiligheid in Europa. Ja, en bovendien werden er nieuwe landen lid van de NAVO, bijvoorbeeld voormalige Sovjet-republieken zoals Estland, Letland en Litouwen. Dus ja, de club werd groter en dan wordt automatisch jouw aandeel in de club wordt dan dus kleiner. Ja, hetzelfde geldt voor de Europese Unie. Die werd uitgebreid in de jaren 90, in de jaren 2000 ook, met allerlei nieuwe landen. Voormalige communistische landen, die traden nu ook toe tot de Europese Unie. En ook hiervoor geldt, hoe meer lidstaten er zijn, hoe kleiner het aandeel van iedere lidstaat wordt. Dus ja, ook hoe kleiner het Nederlandse aandeel wordt. Er moet nu eenmaal met meer landen rekening worden gehouden. Maar goed, Nederland telde nog steeds mee, deed ook nog steeds mee in de internationale politiek. En dat doet bijvoorbeeld ook als er in de jaren 90 een burgeroorlog uitbreekt in Joegoslavië. De Joegoslavië valt uit elkaar in verschillende republieken, verschillende bevolkingsgroepen die tegenover elkaar komen te staan ook. En de Verenigde Naties die gaan zich ermee bemoeien, die willen in ieder geval de burgers in die oorlog beschermen. En daardoor worden er een aantal veilige gebieden ingericht. En ze sturen dan ook een vredesmacht om burgers te beschermen in die hele strijd. Nou, Nederland neemt ook deel aan die VN-missie. En die krijgen de stad Srebrenica in de omgeving, krijgen zij toegewezen. Er gaan Nederlandse soldaten onder de VN-vlag daar naartoe, niet om te vechten, maar puur om de burgers van Srebrenica en de mensen die naar die stad gevlucht zijn te beschermen tegen het oorlogsgeweld. Srebrenica is door de Verenigde Naties tot veilig gebied verklaard en het zou dan ook buiten de oorlog moeten blijven. Maar ja, op een gegeven moment wordt Srebrenica toch binnengevallen door het Servische leger onder leiding van generaal Mladic. En die zijn op zoek naar alle moslims die daar in Srebrenica zijn. Die waren daar juist allemaal naartoe gevlucht. En uiteindelijk deporteren ze ongeveer 8000 moslimmannen en jongens. En die worden uiteindelijk ook in de omgeving van Srebrenica worden die afgemaakt en in massagraven gedumpt. Ja, en die Nederlandse VN-militairen van Dutchbat, ja, die heel simpel gezegd, die staan erbij en die kijken ernaar. Die kunnen te weinig doen, want die zijn te licht bewapend, omdat ze alleen maar waren voor bescherming, niet om mee te vechten. Ze krijgen geen steun ook van de Verenigde Naties op dat moment. En ze staan eigenlijk met hun rug tegen de muur. En ze worden dan ook van beschuldigd dat ze de Serviërs er misschien wel ook mee geholpen hebben met die deportatie. Ja, in ieder geval zorgt dat ervoor dat Nederland ook terughoudender wordt in haar internationale ambities. We zijn maar een klein landje, het zelfvertrouwen heeft echt een deuk gekregen door dit verschrikkelijke tafereel in Srebrenica. Ja, en daardoor besluit de Nederlandse regering om niet zomaar meteen weer ja te zeggen als er een nieuwe vredesmissie of iets dergelijks komt vanuit de Verenigde Naties.